Dit is de laatste video die ik film als 16-jarige. Dus ik vond het wel even een speciaal moment. Hoi allemaal! Ik durf me eigenlijk nog nauwelijks te vertonen hier, want ja, dit duurde veel te lang. Ik ben volgens mij gewoon bijna een maand weg geweest van YouTube. Ik heb nog nooit zo'n lange pauze gehad van YouTube. En het erge is dat ik gewoon al weet dat ik de draad niet meer kan oppakken. Laat ik het even uitleggen, want jullie hebben waarschijnlijk een paar vragen. Ik ben begonnen aan een nieuwe opleiding, een hbo-opleiding. En zoals ik al had verwacht, is het gewoon heel veel en heel druk. Ik vind het wel heel leuk, dus dat is een voordeel. Het is niet zo dat ik met tegenzin zoveel bezig ben met mijn opleiding, want ik vind het echt fantastisch. Maar dat betekent dat ik iets minder tijd heb voor YouTube. En met iets minder tijd bedoel ik eigenlijk geen tijd. De laatste paar weken van de zomervakantie dacht ik nog, oh weet je, ik kan deze twee laatste weken wel even skippen, want ik had niet meer zo heel veel inspiratie. En dan begin ik gewoon weer als school begint. En toen begon school, en toen ontplofte de bom. En toen ging het zo van... En nu sta ik hier, een maand later, schuldig te voelen dat ik een maand lang geen video's heb geüpload. Ik wil jullie dan ook nu vertellen dat ik geen vast schema meer ga aanhouden. Niet dat ik die al had, by the way, want ik uploadde echt gewoon heel random in de week. Maar ik uploadde wel nog iedere week en dat ga ik nu gewoon echt totaal niet meer redden. Gewoon een video wanneer ik er zin heb, wanneer ik er tijd voor heb en wanneer ik inspiratie heb, want dat heb ik de laatste tijd steeds minder. Wat best wel erg is, aangezien ik een creatieve opleiding doe en best wel wat creativiteit ervoor nodig heb. Maar goed, ik wil wel nog dat jullie weten dat ik YouTube video's met heel veel plezier maak en dat ik daarom ook aan de video's die ik aan jullie ga laten zien, heel veel tijd en moeite steek. Ik bedoel in de video's die ik ga jullie snappen wat ik bedoel, toch? Maar vandaag was ik inspiratieloos en ik heb een heel klein beetje tijd. Dus ik wou een video gaan opnemen, maar ik had echt geen idee. Dus ik heb deze mooie foto op Instagram geplaatst. Met de vraag of jullie vragen konden stellen aan mij. En ook aangezien ik niet zo heel veel tijd heb, heb ik besloten om er gewoon een speed Q&A van te maken. Dus... beantwoord de vragen zo snel als je kan. Laten we maar vlug beginnen. 3, 2, 1, go! Maar voordat ik begin met mijn speed Q&A wil ik dat jullie even stilstaan bij de schattigheid van mijn hoesje. Het zijn swag alpaca's. Ze hebben zonnebrilletjes op. Einde verhaal. Let's get started. Heb je een vriendje? Nee, wie heeft er nou een vriendje nodig? Kom maar vriendjes. Loop je nog steeds modeshows? Heel af en toe, niet vaak. Ik heb het eigenlijk nooit echt vaak gedaan. Ik weet het gewoon heel af en toe. Toevallig heb ik pas geleden nog twee modeshows gelopen. Vond ik heel leuk. Dus ja, ik doe het wel nog een beetje, maar niet echt heel erg veel. Te moeilijk vooral om uit te leggen. Volgende vraag. Als je groter wordt, wil je dan een meeting houden? Want ik wil je super graag ontmoeten. Ik wil jou ook super graag ontmoeten. Nee, maar ik meen het serieus. Het lijkt me zo vet om een meeting te gaan organiseren of iets in die richting. Ik zou het gewoon super cool vinden om mijn kijkers, zeg maar, te ontmoeten. Maar, zoals je zelf al zegt, ik ben niet zo heel groot op YouTube. En het is best wel moeilijk om dan een meeting te organiseren. En ik kom eigenlijk nooit echt kijkers tegen op straat. Maar als je me ziet op straat, spreek me dan 100% zeker aan. Want dat vind ik echt super leuk. En het lijkt me echt super, super leuk om jullie te ontmoeten. Dus ja, ik wil het wel heel graag een keer doen, zeg maar. Snap je? Hoe bevalt je opleiding, communicatie en multimedia design? Ik vind mijn opleiding echt super leuk. Ik steek er heel veel tijd en moeite in. En ik ga gewoon met plezier met mijn huiswerk door tot 11 uur 's nachts. Dus dat is een goed teken, denk ik. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Ja! Als je één ding zou mogen veranderen, slash opnieuw mocht doen, wat zou het dan zijn? Ik zou hier eigenlijk een speed Q&A van maken, maar ik vind deze vraag echt heel moeilijk. Ik denk aan de brugklasperiode, of eigenlijk gewoon de brugklas tot tweede klasperiode. Omdat ik in die tijd gewoon een hele hoop dingen heb gedaan waarvan ik achteraf denk... Oh my god, Anouk. Why? Dus ja, ik schaam me best wel voor die tijd en ik zou het heel graag overnieuw willen doen. Hoe vind je je volleybalteam? Wat vind je van mij? Laat eens een foto zien van je team. Hashtag make Maxime happy no war, vraagteken. Het vraagteken maakt het een vraag. Love you, Maxime. Dit is mijn team.
En dat is Maxime. Stuk voor stuk, schatjes. Welke opleiding doe je nu? Communicatie en multimedia design. Als je één keer terug in de tijd zou kunnen gaan, naar welk moment zou je toe gaan? Ik zou teruggaan naar die tijd dat Facebook nog niet uitgevonden was en dan Facebook uitvinden en heel veel geld verdienen. Nooit meer kleren aan of voor altijd ziek zijn? Ziek zijn, want kleren... You need them, bro. Als je geen kleren draagt, ben je raar. Met wie ben je het meest bezig? Je vader of je moeder? XXX, je grootste fan. Aww. Love you. Ik ben evenveel bij mijn moeder als bij mijn vader, want we wisselen iedere week, dus... Evenveel. Ik kan echt serieus niet kiezen tussen mijn moeder en mijn vader. Ik hou van ze allebei evenveel. En dat waren alle vragen van deze Speed Q&A! Volgende keer ook een vraag stellen voor mijn Q&A. Volg me dan op Instagram, want de kans is groot dat ik nog een keer eerder daar ga vragen of jullie vragen voor mij hebben. Ik weet niet wat dat was. Hoe dan ook, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn gezicht weer een keer te zien. Ik vond het heel leuk om jullie weer een keertje te zien. Vond je deze video nou leuk? Geef hem dan een duimpje omhoog. Abonneren kan hier beneden. Zeker even doen als je op de hoogte wil blijven van al mijn volgende video's. Volg mij op al mijn social media. De linkjes staan in de beschrijving hieronder. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei! Okay.